Ja, dames en heren, we kennen het allemaal wel. De bekende figuurtjes van Disney Infinity. Een platform die je nodig hebt om het spel te spelen. En waar we dus nu een filmpje zien van Pirates of the Caribbean. Heb ik het poppetje hier? Ja, ik heb het hier. Kijk, dit is het poppetje van Pirates. Maar dit keer spelen we niet met Pirate. We spelen namelijk met... Sully. Yes. En daar zien we een platform. En nu gaan we het Sully ding op een platform zetten. Kijk, dit is het platform zoals je ziet, hè. En dat geeft licht. En daar kunnen we dan het poppetje opzetten. En als we dat doen, dan zal er dus een extra dingetje in het menu verschijnen, dacht ik. Ik weet niet hoe het zit. We hebben ook nog zo'n bol. Die zal ik er ook maar opzetten. Huppakee. Kijk eens, we krijgen de basis controleren. En we kunnen kiezen uit Monsters Universiteit, Incredibles Piraten. Ik kies voor Monsters Universiteit en we gaan het spel laden. Ik was gisteren al begonnen. Ik heb tot 2:30 in de nacht gespeeld. Ik weet dat dat niet heel erg slim is om in de nacht te gaan gamen. Maar ik weet wel dat het heel erg leuk is. Vooral als een spel leuk is, dan doe je dat gewoon. En ja, dit spel is heel erg gaaf. Mijn eerste impressie eigenlijk. Ik had deel 2.0 ook gekregen op mijn verjaardag. En toen dacht ik van, ik wil 1.0 eigenlijk ook wel hebben. Dus toen heb ik die gekocht erbij. Maar ik vind toch dat 2.0 heel erg onoverzichtelijk is in mijn ogen. En dat 1.0 heel erg makkelijk is. Dus, nou, gewoon het overzichtelijk. Je ruikt het enthousiasme gewoon in de lucht. Nou, volgens mij ruik je jezelf, Wazowski. Maar wat is die week van de schrik eigenlijk? Oh, morgen Don. Hé, hey, hallo, Sully. Oh, jij natuurlijk ook, hallo, Mike. Ja, hoi Don. Wat dat is... Het is de enige keer in het jaar dat alle studenten samenwerken om die belabberde TU-angstbullenbakken te laten zien dat de Monsters Universiteit... chaos is. Precies, ja. Ah, wat? Oké. Okay. Ja, nou dit is dus het spel, maar ik heb gisteren al gespeeld. TU-angst heeft echt huis gehouden. Dus ik ga eens kijken wat nu... Kun je me helpen opruimen? Ja, je moet dus alle opdrachten doen in het spel. En ik weet nog niet of ik helemaal opnieuw moet beginnen. Want ik ben level 5. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik heb gisteren heel veel gespeeld. En hij heeft niks opgeslagen. Oh! Oké, maar de schijf zit vol. Vandaar dat ik hem waarschijnlijk niet kon opslaan. Nou, zoals je zag, is mijn harde schijf staat helemaal vol. En ja, jammer dan. Sowieso moeten we maar reageren dan. Hij heeft wel mijn poppetje opgeslagen. Ik ben level 5. Dat is dan wel het voordeel. Dus er zit wel een klein voordeel in. Maar hij heeft mijn hele save game niet opgeslagen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk 3 uur van niks heb gespeeld. Maar het voordeel voor jullie is dat ik dit eindelijk opneem. En dat ik dat jullie het eigenlijk nog niet hebben gezien hoe dit spel is. Ik weet niet of de opties. Even kijken. Een onttiteling staat aan. Dan kunnen jullie meelezen mocht je het geluid niet zo goed horen. Dus we gaan verder. We moeten 5 van zulke dingetjes kapot maken. Van die soort van, ja, het is zeg maar de school en het is school tegen school. Team tegen team. En wij gaan ervoor zorgen dat ons team gaat winnen door extra punten te scoren. En we hebben 10 punten gescoord. Die krijg je als je iemand laat schrikken, verrast of op een andere manier bewijst dat onze school de beste is. Aan het eind van de week wint de school met de meeste munten. Cool, hè? Geweldig! Ja! Nou, dat is mooi. We gaan verder. We hebben de eerste missie voltooid. Dat is heel goed. Dus iemand met een lichtbaken boven zich heeft een missie voor je. Kom, we gaan met hem praten en kijken of we kunnen helpen. Nou, dat is zeker goed. Dat zijn de missies dus. Ik speel trouwens om een 360, dat je het weet. Dat zagen jullie denk ik al gelijk. Hij is ook voor de PC, voor de PlayStation 3 en alles. Al die zooi. Xbox One, PS4 dacht ik ook. Die we hebben geleend van de schrikschool. Daarmee gaan we oefenen. Nou, ze hebben simulatiepoppen van de schrikschool. En die moeten wij gaan laten schrikken. En wij hebben een speciaal aanval. Wij hebben de brul, let maar op. Huppakee. Laat hem maar gaan schrikken. Nou, dat ging goed. En zo moeten we dus 3 poppen gaan zoeken in deze map. En die poppen moeten we dus laten schrikken. Ik zie daar nog eentje staan. Er zit ook een hele pittige missie in. Die wil ik ook gaan doen met jullie. Samen met jullie. Waar is die volgende? Waar is die volgende? Even kijken. Even zoeken. Ik... Even goed kijken hoor. Want hij zit ergens verstopt hier in de map. Maar we moeten even goed zoeken. Kijk, daar stond er één, daar stond er één. En daar is de laatste pop. Ik zag hem niet meer. Huppakee. En we hebben onze missie voltooid. Het goede monster was voor de klus. Zo, huppakee. We gaan nu iets heel moeilijks doen. Nou ja, moeilijk. Het is nog niet moeilijk, maar je gaat zien dat het moeilijk is. En dat is hier zo.
Dat is dit spelletje. Ben je hier klaar voor? We gaan de uitdaging starten. Fantastisch. We gaan beginnen met een makkelijk niveau. Start. Dat is heel simpel, maar daarna wordt hij pittig. Verzamel ik had hem nog aan. Net op de laatste seconde gehaald. Deze tijd moet je verslaan. Maar dit is een vrij simpele deze hoor. Daar gaan we. Hier zo, eentje. Dan hebben we de tweede. Dan krijgen we hier de derde. En zo moeten we de vijf hebben, hè? Maar je moet een bepaalde route doen, dadelijk. Je bent er bijna. Oeps. Ja, kom op, klop. Yeah, gewonnen. Yeah. Nou, dat is de eerste die we moesten doen. Het is je gelukt. Nou, dat staat er goed uit. We gaan de tweede doen. En de tweede uitdaging is dan, zeg maar, een soort van lastiger. Daar gaan we. Oké, okay. Ik vind het goed. Let op wat is het klok. Doel? Dat is het doel. Let op de klok, ik doe het. We gaan beginnen. Ik ga naar deze. Uitkijk dat je monsters niet raakt. We gaan naar de tweede. We gaan naar de derde. Dit is de route die ik daar ook moet gaan afleggen. Als ik het dadelijk in 40 seconden 15 stuks moet kapot knallen. Kijk, dat moet je dus niet doen. Dat verlies je tijd mee. Dan moet je die doen. Dan moet je die doen. Dan moet je deze. Super, dit nog is de... Zo. En dan moet je nog die andere gaan doen. Maar dat hoop ik dat het nu in één keer gaat lukken. Ik had er vorige keer moeite mee. Ik moest het opnieuw doen. Geweldige finish, dankjewel. Ik pak even de muntjes op, want die muntjes gaan we gebruiken voor later kunnen we weer dingetjes kopen. We gaan de laatste uitdaging doen, dat is de 15 stuks in 40 seconden. Het is pittig, ik ga het proberen. Ik ga me concentreren, jongens. Jullie doen met me mee. Daar komt hij. Ja. Komt hij. Deze. We krijgen de tweede. Oh nee, niet die! Nee, haal ik al niet meer. Ik haal het denk ik niet meer. Je moet het echt, zeg maar, zo snel doen. Ik ga het wel proberen. Want... Ja, als ik het niet probeer, dan weet je ook niet of het al, hè? Nou ja, 20 seconden. En we zitten over de helft. Het zou moeten lukken. Het zou kunnen, hoor. Als ik het al. Maar dan wordt het wel heel spannend. Geweldig! Ik weet niet of ik het al. Nee, ik ga weer naar de tweede. Nee. 6, 5, 4, 3. Kom op! Zo, yes! Oh, dit was spannend. Dit was heel erg spannend. Je hebt gewonnen! Oh, damn it. We gaan eens even verder kijken naar de uitroeptekens. Die hebben nieuwe missies voor ons. We gaan eens praten met dit mannetje. Ik heb die hier zo. Kijk eens. Dat is wel grappig om te laten zien. Dat is dat mannetje. Hij is wel een beetje paars bij mij. Zie je het? Maar ja, hij is wel leuk. Praten. Die gasten van TU Angst hebben hun logo's op onze studenten geplakt. Ik haat etiketten. Nou ja. De buitenkant is niet belangrijk. Het gaat om wat binnenin zit. Maar hiervoor maak ik een uitzondering. Huh? Kun je die gasten naar het gebouw van de studentenvakbond brengen en ze voorzien van mooi MU blauw? Oké, dat wil ik wel. Er kunnen meerdere missies. Maar ik weet wel. De missielog houdt het allemaal voor je bij. Oh. Ga naar de log en kijken. Missielog openen. Dit zijn de missies die we hebben dus. En de speelgoedwinkel. Het wordt gewoon uitgelegd allemaal. Het is best wel vrij simpel. Hier kun je alle missies en zien die kleren maken het monster. Dat klopt. Activeren. Kies een missie om te activeren. Zodra een missie is geactiveerd. Nou, die gaan we activeren. Als we hem hebben geactiveerd, staat er een pijltje van waar we naartoe moeten. Maar ik weet dat die missie nog niet kan voltooid worden, dus we gaan de andere doen. We gaan weer naar de poppen. TU-angststudenten die best slim zijn te verrassen. Wil je het proberen? Ik wil het zeker proberen. We gaan het zeker weten proberen. Het is dus dat wij een poppetje. Zonder dat ze je zien en dan heel hard brullen. Er zijn nog wat. Oké, prima. Nou, we gaan dus die poppetjes besluipen, om het zo te noemen. En hun mogen ons dus niet zien. Dus we gaan er van de achterkant gaan we ze benaderen. Dan druk ik op LT. En wanneer we vlakbij zijn, kunnen we een brul uitoefenen. En kijk, zo moeten we dus vier van deze mannetjes zoeken in de mapkaart. Kunnen we hier erop klimmen? Nee, we kunnen er niet erop klimmen. Wat jammer dit. Kijk, want hij mag ons niet zien. Ik denk dat hij ons gaat zien. Heeft je gezien? Ja, hij heeft me gezien. Excuus. We gaan gewoon verder zo. We gaan hier naartoe lopen, dan ziet hij me niet. Doei. Zit. Hij ziet me nu niet. Ik ben om de hoek. Ja, kijk eens. We gaan sluipen. En als we dichtbij genoeg zijn, dan is het in één keer bam. Let op. Yeah! Nog maar een paar zo. Hoor ook gillen. Ik ga eens even achterlopen, want we kunnen nog heel veel dingen ontdekken hier. Ik zie ook een van die rode dopjes. Die kan je dus verdienen in het level. Dit is echt een hele grote map. En steeds ga je meer stukjes ontgrendelen hoe verder je komt wanneer je missies haalt. En zoals je ziet kan je dus vlaggetjes en van die soort dopjes gaan sparen. 1 van de 20 wimpels op de campus.
om te laten zien hoe trots je op de school bent, kan je een bijzondere prijs krijgen als je allemaal hebt. Nou, ze zitten meestal hier bovenop. Je ziet ze al, ik zie daar volgens mij een vlag bovenop staan. Maar hoe kom je bovenop dat gebouw? Nou, dat weet ik wel. Ik laat het zo wel zien natuurlijk. Hier kan je namelijk een bril geven. En dan komt er iets uit de grond zetten waar je op kan springen. Kunnen we hierop klimmen, ja. Waardoor we dus naar het plafond kunnen lopen. Of naar het dak, zeg maar. Zo, ik pak even deze op. En dan gaan we hier door. En dan kunnen we op het dak nog meer van zulke spulletjes pakken. En ik geloof dat ik aan de andere kant die wimpel zag. Was het aan deze kant? Kijk, daar is die wimpel. Hoe waar je de wimpels al heen alweer? Kunnen we nog... Oh, we kunnen daar nog meer van pakken. Nou, dat doen we volgende keer. Die onthouden we, die daar zit. Dat dekje kan je ook kapot maken. Kijk eens, al die muntjes. We gaan eens deze groene pijl volgen naar de... We moeten nog steeds een beetje afmaken dat we die dingen moeten laten schrikken. Die soort van poppen. En die poppen staan hier verspreid over het hele park. Oké, ja, ik vind het goed. Dat maakt niet uit. Maar waar staat hij? Volgens mij staat hij hier... Kijk eens, met zijn rug naar me toe. Dan kan ik hem mooi aanvallen. 3, 2, 1. Ja! Je bent wel een echte pro, hè? Ik ben een echte pro, noemen ze dat dan ook. Hij mag me niet zien. Zal hij me zien als ik hier naartoe ga zo? En ik ga langzaam achter hem langs zo. Hij ziet me niet. Hij ziet me zeker niet. Yeah! Zo doe je dat. 4 van de 4. Dat denk ik tenminste. Het is mij eigenlijk... We pakken de muntjes op. En de blauwe muntjes die je oppakt, die vormen dus jouw level. Ik ben dus level 5 rechtsbovenin. Ik weet nog niet precies wat je ermee allemaal kan. Maar ik weet wel dat level 5... je kan 15 maximaal worden, geloof ik. We gaan de laatste missie doen voor deze video. Oh, en deze is pittig. Deze is best pittig. Jullie hebben geluk. Dit wordt een wat langere video. Laat zien. We moeten een gebouw beklimmen en dan moeten we die vlag eraf gaan halen. En die vlag zit dus op dat gebouw. Ik vind het helemaal mooi. Lopen, lopen. Je kan deze dingen ook versieren trouwens. Kijk eens, versieren. Maar we hebben nog helemaal niks. Oh ja, we hebben een bankstel. Een oude bank. Nou, dan zetten we die. Huppakee, dan staat er een bankstelletje. En dat kan je met al die plekjes doen. En je kan steeds meer items verzamelen hoe verder je komt in het spel. Nou, we gaan hier eens even klimmen aan de zijkant. Omdat die bloemetjes er zitten, kan je bij sommige plekken niet klimmen. En dan op een gegeven moment gaan we naar de hoek toe. Zo. En dan gaan we dit losmaken. We gaan terug. Onder het doekje door. We gaan naar de andere kant. Huppakee, en dan maken we hem hier ook los. Kunnen we verder naar deze kant? Dat zou mooi zijn, want hier zit nog een paar van die extraatjes. Kom op, kan het? Nee! Oh, ja, kan wel. We gaan gelijk naar de andere kant. En zo komen we er wel. Zo komen we de wiel. Zo. En dan naar deze kant. En dan hebben wij het gehaald, deze missie. Dat is wel, vorige keer had ik er meer moeite mee, hoor. Dus ook echt heel de tijd... Nu nog. Zal ik heel de tijd mee te knoeien van hoe moeten we dit nou verder doen? En hoe werkt dit nou precies? Wil een gebouw op te klimmen? Je kan ook niet verder komen. Daarboven zitten wel wat zooi en spulletjes. Nou, onze punten zijn... Of hebben wij... We krijgen een beloning. En onze campusbord. Waar staat onze campusbord? Hebben we hier een campusbord? Dat we zien wat mijn puntenscorentelling is. Daar zo. 15 punten hebben wij voor ons team en 60 voor de tegenstanders. Ik ben benieuwd of het volgende keer lukt dat we meer punten krijgen. En tot de volgende video van Disney Infinity. Doei doei!